Ons project gaat over de bushokjes duurzamer maken. Dus ervoor zorgen dat er wat met windenergie of zonne-energie gedaan wordt. En of een sedium dak erbij op, zodat het groener wordt voor het milieu. Momenteel zijn de bushokjes, die bestaan uit dode materialen. En we willen met het project eigenlijk zorgen dat de biodiversiteit omhoog gaat, doordat er meer beplanting op het bushokje zit. En de afwatering, dat wordt opgevangen en dat we dat weer kunnen hergebruiken. De planten die nemen de CO2 op en dat zorgt ervoor dat de lucht in de stad beter wordt. En als er meer groene daken komen en meer groene energie, is dat natuurlijk beter voor de stad. En kun je ook laten zien dat dat gewoon groener kan.